me personally, sustainability is a drive, and in many ways, it's a way of life. It's about being aware and informed about your surroundings, and living and consuming in such a way that I indeed meet my needs, but that I don't do so on the compromise of my three-year-old niece and future generations of meeting the needs of their own. Duurzaam ondernemen draait om respect. Respect voor de grenzen van onze planeet, respect voor onze medemens, en bij elke keuze rekening houden met alle stakeholders. En het is volgens mij de enige optie die future-proof is. In other ways, it means changing the way business is done today, still maintaining profits, still making them grow, but without harming the environment for future generations tomorrow. Wat duurzaam ondernemen betekent voor mij? Dat je als onderneming belang hecht aan het welzijn van je personeel, het welzijn van de maatschappij in haar geheel, milieubewust bent en daar ook actief mee aan de slag gaat. Als Sustainability Ambassador bij BDO wil ik in eerste instantie mijn steentje bijdragen door actief deel te nemen aan eventuele projecten die in het kader van duurzaamheid zullen worden uitgerold. Maar daarnaast, en misschien ook belangrijker, wil ik samen met jullie een verschil maken door bezorgdheden rond duurzaamheid in alle aspecten bespreekbaar te maken, aan te pakken en uit de wereld te halen. Mijn bijdrage gaat dus ook vooral gaan om aan charity mee te doen, zotte loopafstanden doen om goede doelen te sponsoren. En kijken of er meer gebruik kan gemaakt worden van alternatieven als alleen maar de auto naar het werk gaan. L'objectif qui en découle de créer une fierté chez les travailleurs de BDO par rapport à la direction durable que notre reprise prend.